De test werkt heel simpel. Gewoon wat van je drankje op zo'n kaartje smeren, even wachten en als het rondje donkerblauw kleurt, is het foute boel. Nova de Kentron is niet overtuigd dat deze manier van testen wel de juiste manier is en niet onnodig veel van het plezier van het stappen weghaalt. Nou, ik kan me voorstellen dat ambulancepersoneel zo'n test heeft als iemand oud is gegaan en de ambulancedienst is hier en er is nog wat drank over. Ik kan me ook wel voorstellen dat de uitbater op het moment dat iemand oud is gegaan en die weet natuurlijk wat de persoon gedronken heeft, zo'n test kan gebruiken om vast te stellen of het iets te maken heeft met GHB. Maar om het zo te verkopen in het uitgaan, daar heb ik mijn twijfels bij. De stappers lijken al gewend aan het feit dat de rape-drug GHB in het uitgaansleven voorkomt. Ja, meestal gewoon bier zelf kopen of vriendinnen of zo bier laten kopen. Dus dan weet je zeker dat er niks in zit. Maar ik denk dat het sowieso niet slim is om drankjes van andere mensen aan te nemen. Dus dan, want dan weet ze nooit wat erin zit. Volgens Nova de Kentron is het ook niet noodzakelijk om de alarmbellen te laten rinkelen. Want GHB komt wel voor in het uitgaansleven, maar niet overdreven vaak. De marktwaarde, als je kijkt van GHB op dit moment, is niet hoog. GHB wordt gebruikt in een bepaalde setting. Dus ik snap het ook niet waarom het zoveel rukbaarheid hieraan wordt gegeven.